Jullie wel cookies krijgen waarschijnlijk. Dat hoop ik in ieder geval. Nee, of in ieder geval. Ik hoor van vreemdelingen. Dat zegt mijn moeder altijd. Ja, ik mag niet eens met vreemdelingen maar ze zijn, praten. Ze, laat zijn staan. Niet, ze zijn niet echt vreemd, hè? Want we zijn van tevoren hebben met ze gesproken. Ja, ik ken ze toch niet persoonlijk. Maar je gaat ze een beetje leren kennen. Inshallah. Inshallah, inderdaad. Ja. Dus dit is. Wat is dit nog meer? En ik zie hier. Wordt even flink. Waarom heb je hiervoor gekozen en niet koekjes bijvoorbeeld? Ik kon nog geen koekjes vinden. Want anders had je koekjes gekozen. Ja. Oké, en wat zijn koekjes dan? Wanneer eet je koekjes? Als ik daar zin in heb. Ja? Maar met mensen? Wanneer eet je koekjes met mensen? Als je op bezoek bent. En dan, jullie gaan op bezoek? Klopt. En waar gaan we het over hebben? Nee. Over de school. Kattenkwaad. Kattenkwaad, thank you, thank you. En hebben jullie ooit kattenkwaad uitgevoerd? Nee, te vaak. Jullie zijn... Waarom lieg je? Precies. Nou, ik heb ook wel kattenkwaad. Ik ben wel eens bijvoorbeeld naar een feestje binnengedrongen zonder te betalen. Dat is erger dan kattenkwaad, hoor. Ja, daarom. Helemaal niet. Ik wilde gewoon dansen, dus ik ben over de muur gesprongen. En ik ben lekker gaan dansen. Dat is kattenkwaad. Niemand heeft er last van, maar het is wel een beetje stout. Ik dacht dat kattenkwaad gewoon of dat kan. Lukken uit de tuin. Precies. Nee, dat is ook kattenkwaad. Zeker. In mijn geval was het over de muur springen, want ik wilde heel graag dansen. Dus dat soort verhalen gaan we vragen. En het leuke is misschien als je begint met het idee van wat jullie hebben uitgehaald. Dat je echt begint van vroeger heb ik inderdaad bloemen gepikt uit een tuin. Heeft u ook zoiets gedaan? Dus dat je begint met een soort gemeenschappelijk iets. Dat je op die manier het gesprek begint. Ik vond gewoon de bloemen mooi. Nou ja, precies. En niemand had er last van. Maar het is eigenlijk een beetje stout. Wie er niemand last van had? Of had er iemand last van? Nee. Nee, precies. Dus een gemeenschappelijk onderwerp is altijd fijn om mee te beginnen. Yes? Mag ik een volmondige ja? Yes! Ja. Ja. Ah, dat vind ik goed.